naam is Tom Gouwman. Ik ben stagiair bij Twijnstra Gudde. En ik ga het met jullie hebben over een methode die ik gebruik voor mijn afstudeeronderzoek. Dat heet sociale netwerkanalyse. En specifiek hoe je sociale netwerkanalyse kan toepassen op onderzoek naar social media. En met name de netwerken in social media. De sociale netwerkanalyse wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt om te kijken naar het informele netwerk in een organisatie. Waarbij het heel veel inzicht kan geven in vraagstukken over samenwerking en interne communicatie. En er zijn tegenwoordig wordt de software ontwikkeld die het ook mogelijk maakt om data te importeren uit verschillende social media sites zoals YouTube, Twitter en Flickr. Waardoor het mogelijk wordt om de sociale netwerken binnen social media te analyseren met door middel van sociale netwerkanalyse. Dit kan erg nuttig zijn om bijvoorbeeld vragen te beantwoorden als wie zijn de meest invloedrijke personen? Wie zijn dit? Waar zitten ze? En misschien nogal belangrijker, waarom zijn ze de meest invloedrijke personen? Dit zijn vragen die nu al worden beantwoord door bijvoorbeeld bedrijven als Apple, die op zoek gaan naar hele invloedrijke bloggers en die bloggers de nieuwste gadgets toesturen, zodat ze die kunnen uitproberen met als voorwaarde dat ze daar een positieve blogpost over schrijven, zodat ze eigenlijk in één keer een hele grote doelgroep kunnen bereiken.